ongelooflijk chagrijnig en een beetje down zelfs eigenlijk. Dat ik dacht, verdorie, we hebben met z'n allen ons stinkende best gedaan om zoveel mogelijk geld binnen te halen. En dan gaat het niet door. Maar ik kreeg eigenlijk daarna altijd wel meteen weer goede moed, want ik dacht, ja oké, dan gaan we misschien niet door. Maar dan kunnen we natuurlijk nog wel heel veel toffe, coole dingen doen om alsnog A, zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen, maar ook om er B, een coole dag van te maken. Ja, dat is gelukt, want ik heb nog nooit een evenement gezien dat was afgelast, waar alsnog gewoon zo ongelooflijk veel mensen kwamen. Patiënten, familieleden, deelnemers, sponsors en een hele rattenband. Ik ben eigenlijk wel trots, moet ik eerlijk zeggen.